Voorzitter, wat is dit voor een goedkope schijnbeweging van het CDA en ook van de VVD nu? En dat brengt mij tot de conclusie dat u gewoon geen enkele boer vertegenwoordigt. U vertegenwoordigt 0,0 boeren. U vertegenwoordigt niet de boeren, en dat wilde u ook niet, die de wet overtreden. Maar u vertegenwoordigt ook niet die grote groep boeren die de wet niet overtreden. Dat pretendeert u wel, maar dat doet u helemaal niet. Want u zegt hier 12 keer achter elkaar dat u de doelen die zijn vastgesteld handhaaft. En als je nou enigszins al gelooft in een bemiddelaar, dan betekent dat, want dat doet een bemiddelaar, dat je elkaar halverwege ergens tegenkomt. En dat je dus ook bereid moet zijn om die voorafgestelde doelen, om die bij te stellen. Wat heeft het anders voor zin om te gaan spreken tussen bemiddelaar en anderen en de boeren, als je van tevoren al zegt, maar we maken je toch kapot. Dus ik vraag aan de fractievoorzitter van de VVD, mevrouw Hermans, vraag ik om nog eens goed na te denken. Bent u bereid om de doelen los te laten in die zin dat u met de boer gaat praten om op zijn minst een deel tegemoet te komen? Of bent u dat niet? Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik ben niet bereid om de doelen los te laten. Ik ben niet bereid om de handtekening die ik onder het coalitieakkoord heb gezet om daar afstand van te nemen. Waar ik wel toe bereid ben, is om alles op alles te zetten om dat gesprek, om die dialoog op een goede en een fatsoenlijke manier tot stand te brengen. En daar heeft de politiek, daar heeft het kabinet ook een grote en een belangrijke verantwoordelijkheid in. En dan komt ook het gesprek aan de orde over de richtinggevende doelen die op het kaartje zijn, opgeschreven. Dat zal allemaal onderdeel van het gesprek zijn. Hoe gaat dat nou een plek krijgen in die gebiedsgerichte aanpak? Dat is het overleg, dat is het verzoeningsoverleg, zoals ik het van de heer Heerma begreep. En waar ik mij in kan vinden. De heer Wilders. Ja, voorzitter, het is geen verzoeningsoverleg, het is gewoon een vernietigingsoverleg. Dat is wat u gaat doen. U gaat een vernietigingsoverleg in. Want u zegt tegen de boeren, je moet weg, je bedrijf moet weg, je moet kapot. En daar wil ik best met je over praten, zodat we hopelijk elkaar nog tot verzoening komen. Maar dat is geen verzoeningsgesprek. Dat is niet bewegen. U zegt hier, en u herhaalt het nu op mijn interruptie, de doelen staan vast. En die doelen zorgen ervoor, die idiote stikstofdoelen van D66 en dit kabinet, zorgen ervoor dat de helft van de boeren dadelijk weg moet. Dus nogmaals, mevrouw Hermans, via u, mevrouw de voorzitter, u vertegenwoordigt 0 van de boeren. En ik hoop ook dat de boeren er niet in stinken. Ze zijn gelukkig slim genoeg dat ze mijn advies niet nodig hebben. Maar ga niet in overleg met het CDA of met de bemiddelaar of met u, als je uiteindelijk de doelen vasthoudt en gewoon de mensen kapot wil maken. U houdt ze voor de gek en dan moet u zich kapot voor schamen. Voorzitter, en dit is precies het probleem van het debat waar we in zitten. Dat de boeren weg moeten. En vooral het CDA. Voorzitter, dit is precies waar het fout gaat. Op deze manier komen er verkeerde aannames in het debat terecht. En ik wil juist dat gesprek. Ik wil juist dat gesprek met boeren en boerenorganisaties om dit soort waanzinnige, idiote beelden weg te nemen.